Luc, is de titelstrijd vanmiddag beslist? Nee. Ik zeker nog niet. Er zijn volgens mij nog drie punten te spelen. En, wij willen graag uitwinnen bij Zwolle. En Ajax moet het nog bij de Graafschap doen. En, ja, je hebt gezien ook onze wedstrijd. Het is geen makkelijke wedstrijd uit bij de Graafschap. Dus ja, hopelijk kunnen ze het Ajax ook gewoon heel moeilijk gaan maken. En wij hebben ook nog niet zomaar gewonnen bij Zwolle uit. Dus nee, ik denk zeker niet dat het beslist is. Wij moeten eens maar zorgen zelf te winnen daar. En dan ja, hopen op de Graafschap ook. Ja, maar ben je het wel met me eens dat vanmiddag de druk opgevoerd had moeten worden richting Ajax? En dat Ajax misschien wel als een soort morele winnaar tevoorschijn komt na deze zondagmiddag? Nou ja, kijk, dat is wel wat we graag wilden doen, inderdaad, door veel doelpunten te maken. En Ajax maakt er nu ook vier, dus ja, vier verschillen. En dat, daar blijft het gelijk. Maar ja, ik denk, er komt nog heel veel bij kijken bij die laatste wedstrijd, hoor. De druk, de spanning die de spelers met ze meekrijgen, dat moeten ze ook nog maar mee om kunnen gaan bij Ajax zijn. Want ja, je weet, het is een kampioenswedstrijd, dat zijn toch aparte wedstrijden. En, er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, dus nee, ik geloof er zeker nog steeds in. En wij moeten eerst maar zorgen dat we bij Zwolle gaan winnen. En dan kun je altijd gedurende die wedstrijd zien hoe die loopt. Ja, misschien valt er een vroege rode kaart voor Zwolle. Je weet niet hoe het kan lopen, het blijft voetbal, dus ik geloof er zeker nog in dat. Ja, je bent de derde PSV'er al die ik in korte tijd spreek, die weigert te capituleren. Nou ja, dat, waarom, anders zou ik hier ook niet meer staan als ik het al opgegeven had. En als er iets is waar wij nog aan vast kunnen houden, dan moet je dat ook doen. En ja, ik heb er zeker nog vertrouwen in. En, ja, ik hoop gewoon dat de Graafschap sportieve plicht gaat doen. En ja, dat wij alsnog aan het langste eind trekken. Mocht het lukken, dan was ik jouw auto. Ja, is goed.